Dit is alles wat er na de verwoestende brand eind december overbleef van het speelhuis. Veel Helmonders missen het theater nog steeds. Toen kwam ik op het idee, misschien is het wel goed om een spontane, doe-het-zelf-achtige tentoonstelling te maken, waar we met mensen foto's inleveren, gemaakt tussen 1977 en 2011. De eerste foto's hangen inmiddels aan de muur. Ook die van Carmen Alink, oud-medewerker van het speelhuis. Mijn foto die valt gelijk op, want ik heb hem een beetje creatief gemaakt. Net zoals de blokjesvloerbedekking van het speelhuis, het roze en het paarse erop. Maar dat is de enige foto die ik heb van het speelhuis. En dat is heel raar, want als je op het moment als je er werkt, dan maak je geen foto's. Dan denk je, ach, wat heb ik nou aan foto's? En het is ineens allemaal klap weg en denk je, potverdorie, had ik toch mijn foto's gemaakt. Want ja, nou is de herinnering alleen maar dat. Maar gelukkig zijn er meer mensen die oude foto's hebben. Het is heel breed. Mensen die er ook een jubileum gevierd hebben. Anderen die daar met toneelgroep Genesius op het toneel hebben gestaan. Noem maar op. Maar er zijn ook mensen die zijn architectuurliefhebber. En die hebben speciaal foto's gemaakt van de architectuur. En dan heb je natuurlijk nog die groep fanatieke amateurfotografen die op de avond van de brand nog opnames hebben gemaakt. De mooiste, dat is de tweede foto van de zaal. Dat is echt de zaal in volle glorie, hoe die was. En de moeilijkste foto vind ik de onderste foto. Ja. Ik zeg al, het doet me elke keer aan de oorlog denken, net aan een bombardement. Vindt u het belangrijk dat de herinneringen aan het speelhuis hier blijven leven? Heel erg belangrijk, want het was tenslotte een heel apart gebouw. Wij zijn er ook veel geweest en voorstellingen kijken. We vonden het altijd al een feest om daar te zitten, behalve al om daarna te gaan kijken. Daar. Dus het was echt je maakt deel uit van een kunstwerk en dat vonden we fantastisch. Bij Carmen roepen de foto's gemengde gevoelens op. Heel grappig om dat ook te zien. Ook zwart-wit foto's die je hier tussen ziet. En hier denk ik, heel vreemd dat een geschiedenis in één keer pas boem voorbij is. En voor iedereen die ook nog één keer herinneringen op wil halen aan het speelhuis. De tentoonstelling is zeker 4 weken te zien in het gemeentemuseum in Helmond.